kunnen delen, dat mensen dit kunnen. Dan begin ik met Ruud. Ruud, het is ook mooi als je jezelf even voorstelt wat je zo al gedaan hebt en wat je nu doet. En misschien ook nog wel wat je gaat doen. En daarna geven we jou het woord en samen met een presentatie die je laat zien over kringlooplandbouw, biologische landbouw, verbinding, akkerbouw, veehouderij. Dat zijn de thema's waar je het vandaag over gaat hebben. Ruud, graag het woord aan jou. Dat is goed. The floor is mine. Ruud Hendricks, ik werk ondertussen 30 jaar, iemand had het pas geleden zelfs gezien, ik nu 30 jaar bij ERS Warmel de Hof werk. Dus bodemvruchtbaarheid is altijd de rode draad geweest in wat ik doe. Heel veel als docent, een aantal jaren ook consultancy ernaast, veel met werkgroepen aan de gang geweest. Afgelopen 10 jaar was ik ook teamleider. Dat begon klein, maar Warmel de Hof groeide in de loop der jaren, is ondertussen verdubbeld in die tijd. Dus dat werd steeds een groter deel van mijn werk. Enerzijds leuk, anderzijds ben ik toch gewoon een mens van de inhoud. En als je dan de hele dag met onderwijsregelingen bezig bent, dan loop je er wel eens op leeg. En toen kwam het practoraat voorbij. MBO, de groene MBO's met practoraten aan de gang. Het practoraat kringlooplandbouw. Nou, dat leek me een mooie kans om daarmee weer de inhoud in te gaan. Deels omdat wat ik in de biologische landbouw, bodemwerk geleerd had, breder te kunnen doen. Nou, en ook al vanuit de urgentie dat er wat moet gebeuren. Ik voel het heel erg dat er in de landbouw op het ogenblik een ontzettende move aan de gang is. En ik heb het gevoel dat ik daar wel iets aan bij kan dragen. Dus die partnersrol die past me wel. Wat ik nu wil doen met jullie is deels kijken naar hele concrete cijfers van één bedrijf. Wat ik op dit moment onder andere aan het doen ben, is een aantal bedrijven doorrekenen. Ouderwets mineralenbalanswerk, niet anders dan ik 20 of 30 jaar geleden met studenten en boeren deed. Aan de hand van de zoveel mogelijk werkelijke cijfers, dus geen forfaitaire cijfers, uitrekenen wat er aan mineralen binnenkomt, wat er aan mineralen uitgaat. Met als achterliggende gedachte, het begint ermee dat je dat goed in beeld moet hebben als boer of tuinder. Wat komt er binnen, wat gaat er weg? Om van daaruit dan de stappen te kunnen maken als die landbouw verandert. Als die, met name de inputs, want daar richt het zich op, als die sterk gaan veranderen. Simpel gezegd als krachtvoer en stikstofkunstmest, andere kunstmest eruit gaat. Ja, hoe vervang je dat dan? Hoe staat zo'n bedrijf er dan voor? Daar wil ik met jullie een paar voorbeeldberekeningen van doorlopen. En dan iets abstracter nog, hoe ziet de toekomst eruit? Welke kant gaat dat op? En daar heb ik, het zal niet verbazen, wat plaatjes bij. Die zijn we allemaal ontzettend aan gewend nu stapels plaatjes voorbij te zien komen. Hiermee te beginnen, dit plaatje wat jullie nu zien, als je het niet ziet, dan hoor ik wel een gil. Is een, denk ik, een jaar of twee geleden door Ronald Blommestein getekend. Dat tekende hij toen voor de WUR, die was toen bezig met kringlooplandbouw om verder de wereld in te zetten. En het mooie aan dit plaatje vond ik dat er een consument in stond. Meestal gaat kringlooplandbouw over akkerbouw, veehouderij en dat is voor mij een gepasseerd station eigenlijk. Akkerbouw en veehouderij, daar valt van alles mee te verbinden, daar valt mee samen te werken. Maar het blijven allebei boeren die iets leveren aan de maatschappij. En wat je ook intern kringloopt, je levert ook aan de maatschappij. En dat moet ook terugkomen. En hier zie je dan die consumenten met het mandje er vandoor gaan. Maar daar moet iets mee. Dus daarom heb ik dit voor mij als symbool genomen. Hier heb ik voor het eerst een plaatje gezien waar de consument een rol in speelt. Even de grote route en dan inzoomen op het bedrijf waar ik jullie mee wil nemen. We komen links uit een tijdperk wat dan lineaire economie heet of lineaire bedrijfssystemen. Je mag het klein maken, op bedrijfsniveau groot maken, op economieniveau. En dat is essentie grondstoffen, daar doe je wat mee. En op een gegeven moment is dat restafval. Dat is de grote stroom van nu. Of van pas geleden eigenlijk. Heel bewust hebben ze dat een beetje grijzer getekend. Toen zijn we in een periode terechtgekomen met heel veel recycling. Wel het idee met afval, dat moet je zoveel mogelijk hergebruiken. Maar er komt nog steeds een enorme stroom grondstoffen binnen. Nieuwe grondstoffen die ergens aan de aarde onttrokken worden. En we hebben ook nog steeds een enorme stroom restafval die er weer uitgaat. Dus we zijn verbeterd, er is recycling gekomen. Maar het is nog lang niet circulair te noemen. Nou, nu is het beeld circulaire economie. Dat betekent dat er eigenlijk niks meer ontsnapt. Dat alles wat in die economie, alles wat in dat bedrijfssysteem zit, dat dat er ook in blijft en dat er niks meer ontsnapt. Nou, dat is iets wat erg optimistisch. Ik heb hier rechts onderin, die kun je uitvergroten als je hem ooit in de les wil gebruiken. Die circulaire economie wat complexer. Dan zie je toch wel dat er ook wat instroom is en wat uitstroom. Maar als beeld vond ik dit wel helder. Dit is wel eigenlijk het doel waar je naar streeft. En alles waar je niet haalt, dat zijn handicaps waar we voor een deel mee moeten leven.
Maar dit is de route waar we nu in zitten. Dit heb ik als mineralenbalans gemaakt van een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Ik heb een heel eenvoudig bedrijf genomen om het gewoon overzichtelijk te houden. Wel een bestaand bedrijf om het reëel te houden. Maar geen complex bedrijf met ontzettend veel teelten en complexe in- en output en zo. Het is een bedrijf van 34 hectare. Het bedrijf is van Arjan Veenstra. Je ziet hem hier linksbovenin met zijn kotetje op de arm. Ze hebben een klein kindje. Hij werkt ook op Warmondehof als boer. Hij doet dus twee bedrijven zeg maar naast elkaar. Zijn bedrijf zelf is hij nu aan het omschakelen. En wat je nu ziet is een soort tussenfase. Het is een bedrijf, ik loop het even met jullie door. Links de gewassen die hij voor afgelopen jaar teelde. Wintertarwe als omschakelgewas. Wortelen, of peen, hoe je het noemen wilt. Uien, wintergerst en suikerbiet. Heel eenvoudig bedrijf, want dat mag allemaal niet te veel tijd kosten. Het is ook geen groot bedrijf, er komt maar een deel van het inkomen vandaan. Met hem heb ik gekeken met wat komt er nou je bedrijf binnen en wat produceer je zoal en hoe gaat het eruit zien als je dat in de mineralenbalans zet. Bovenin in dit stuk de aanvoerberekening. Dat betekent dat hij kalkermond salpeter aanvoert als kunstmest. Hij voert kippenmest aan, varkensmest en rundermest. Hier de hoeveelheden die hij aanvoert in totalen en de gehaltes die hij daarin heeft zitten. En dan kom je op een totaaltelling. Ik ga dat niet allemaal getal voor getal doorlopen. Het is iets wat wel zeker voor de vakmensen vertrouwd is. Je probeert uiteindelijk een beeld te krijgen hoeveel stikstof, hoeveel fosfaat en hoeveel kali komt dit bedrijf binnen met al deze mestsoorten. Kali kijk ik verder niet naar. Het gaat in de wetgeving en in het boeren denk ik op het ogenblik heel veel over stikstof en fosfaat. Die twee bepaalt het eigenlijk. En kali heb je ook vaak niet de getallen van. Dat is meer met aangenomen getallen werken en dat vind ik minder prettig werken. Het werkt liefst met de realiteit. In dit bedrijf komt dan een kleine 8000 kilo stikstof binnen en een dikke 3000 kilo fosfaat. En als je dat per hectare uitrekent, gebruikt hij 227 kilo stikstof en 91 kilo fosfaat per hectare in dit onderste stukje. Dan de afvoerberekening. We hebben gekeken naar het aantal hectares, het aantal tonnen per hectare wat hij oogst. En dit zijn dan de gehaltes die in deze oogstproducten zitten. Dit zijn wel forfaitaire gehaltes, die haal je uit tabellen die gebruikt worden. Dan kom je op totalen van stikstof en fosfaat die per gewas afgevoerd worden van het bedrijf. En tel je dat hele spul bij elkaar op, dan blijkt dit bedrijf een dikke 5000 kilo, ik zit nou een beetje rechts onderin, een dikke 5000 kilo aan stikstof af te voeren in alle producten. En een dikke 2000 kilo aan fosfaat. En ook weer per hectare uitgedrukt, want ik reken het altijd terug naar hectares voor ja, de vergelijkbaarheidswaarde, want dat is het enige wat je kunt vergelijken. En met studenten of voor mezelf is meteen een zelfcheck met is dit getal een beetje realistisch of heb ik ergens een commafoutje gemaakt bij wijze van spreken, komt het in de buurt van reële waardes. Behoorlijke afvoer in dit geval, behoorlijk stevige oogsten gerekend. Nog maar zien of dat biologisch inderdaad allemaal gehaald gaat worden als die omgeschakeld is. 151 kilo stikstof die per hectare van het bedrijf afgaat en 66 kilo fosfaat. Als je dan de aanvoer en de afvoer naast elkaar zet of onder elkaar zet, dan is er een overschot van 76 kilo stikstof per hectare. Aangenomen dat hij de bodem niet opbouwt, wat hij niet gaat doen gezien het percentage organische stof wat hij al heeft. Dus dit is echt wel als verloren te beschouwen. Dit verdwijnt van het bedrijf af via bodem en lucht. Hetzelfde geldt voor fosfaat, een overschot 24 kilo per hectare. Nou, dan druk ik dat uit in een benuttingspercentage, want dan heb je weer een cijfer wat ook goed vergelijkbaar is. Hij benut 67% van de stikstof. Met andere woorden, 2/3 van de aangevoerde stikstof wordt omgezet in product, 1/3 gaat verloren. Bij de fosfaat is het een klein beetje hoger, zit hij op 73%. Dus afgerond de 3/4 zo'n beetje wat hij in het product weet te krijgen. Je mag aannemen op deze grond dat de fosfaat die niet benut wordt wel in de bodem blijft zitten. Die spoelt niet makkelijk uit, dus het fosfaathoeveelheid in zijn grond zal langzamerhand toe gaan nemen. Rechts heb ik aangegeven wat een boer graag aanvoert, een akkerbouwer graag aanvoert als die met organische meststoffen aan het werk is. En dan gaat het met name om de verhouding tussen stikstof en fosfaat, omdat de wetgeving daar heel sturend in is. En zo grosso modo kun je zeggen dat een meststof die een verhouding van 2:1 heeft, met andere woorden 2 kilo stikstof op 1 kilo fosfaat, dat aardig in de richting komt van een meststof die past voor een akkerbouwbedrijf, dat past bij de aan- en afvoer van een akkerbouwbedrijf. Zie je een klein beetje terug in de getallen. Als je hier links kijkt, 227 aanvoer, 91 aanvoer aan fosfaat. Nou, dan ligt die verhouding er een klein stukje boven. Die ligt iets boven de 2. Dan stappen we
over op een beeld met wat betekent dit nou als je mest van buiten afhaalt. Dus eerst de koppeling met de veehouderij. Waar komt nou de mest vandaan als je dit allemaal van melkvegen zou gaan halen? Ik heb nu de kippen en de varkens even buiten beschouwing gelaten. Ik heb één veehouderijtak genomen, de melkveehouderij. Ik heb dat verdeeld in drie groepen melkveehouders. Eén groep, en die heb ik volledig grondgebonden genoemd, die zitten onder de 170 kilo stikstof per hectare. En dat ik die volledig grondgebonden noem is omdat ze dan onder de Europese norm zitten. Dus per definitie, welke omstandigheden ook, altijd alle mest op eigen bedrijf uit kunnen rijden. Of dat moet is dan de volgende vraag, of je die kilo's nodig hebt. Maar in elk geval, dit wordt binnen de wetgeving gezien als het ben je echt wel totaal grondgebonden. Dat is ongeveer 10% van de melkveebedrijven in Nederland die het op deze manier doen. Dan heb je de groep derogatiebedrijven. Die zitten dus tussen de 170 en 250 kilo stikstof per hectare. Dan kom je zo tussen de 1,5 en 2 grootvee-eenheden per hectare. En dat is 30% van de melkveehouderijbedrijven. Het kunnen ook 35, 40 zijn. Het wisselt een beetje welke statistici je erbij neemt, maar het geeft een orde van grootte aan. Ik zie dat ik er een rekenfout in heb zitten, ik kan hem niet optellen. Dan heb ik de bedrijven met een mestoverschot die boven de 2 grootvee-eenheden per hectare komen. Dus dat zijn de bedrijven die verplicht aan de afvoer vastzitten. Dat zijn de bedrijven waar je als akkerbouwer in elk geval een samenwerking mee kunt hebben. En dat is, je moet 60% zijn, want als je 30 en 10 optelt en samen zijn ze 100, dan moet het toch echt 60% van de melkveehouderijbedrijven zijn die, die mestleverancier is. Dit is de situatie nu. Wat ik voorzie, en dat heb ik maar op deze manier aangegeven, is dat hier een verschuiving in gaat komen. Als ik even kort door de bocht Carola Schouten vertaal, dan heeft ze gezegd, kunstmest gaat er voor een groot deel uit, daar gaan we 10 jaar over doen. Krachtvoer gaat er voor een groot deel uit, in elk geval alle krachtvoer van buiten Europa. En de volgende vraag die Imke ook opwierp, het krachtvoer van binnen Europa, is ook de vraag of we dat allemaal nog aan vee gaan voeren of dat we dat niet meer doen omdat het hoogwaardig voedsel is wat je ook aan mensen kunt geven. Dus de tendens in de melkveehouderij zal die kant op zijn in de richting van bedrijven die meer grondgebonden zijn. Wordt ook op die manier uitgedrukt. Met andere woorden, die een groter deel van hun mest zelf zullen gaan gebruiken. Die daar niet zo happig op zijn om de mest af te voeren naar akkerbouwbedrijven. Omdat ze dat zelf maar kunnen plaatsen. En zelf ook zullen willen plaatsen. Want op het moment dat je en melk afvoert aan de ene kant en mest afvoert naar de akkerbouw aan de andere kant, ja, dan ben je je eigen grond aan het uitmijnen. En de oude bronnen die dat kunnen aanvullen, de stikstof, de kunstmestkorrels en de krachtvoerkorrels, die heb je niet meer. Dus de veehouder zal wel even voor waken om af te voeren als dat niet nodig is. Dus als akkerbouwer zul je naar andere bronnen moeten gaan zoeken. Nou, dan ga ik de volgende stap in. Ik ben gaan kijken en dat ben ik nu met boeren ook aan het doen om gevoel te krijgen met wat betekent het nou als ik die kringlooplandbouw wil gaan invullen. Een van de grote bronnen die er in de toekomst gaat komen is slip, rioolslip. Als ik het woord rioolslip noem, dan denkt iedereen meteen altijd met slip op mijn land. Nou, dat dacht ik niet. Toch begint het wel op gang te komen. Het wordt wel gebruikt ondertussen. Je hebt struviet, dat wordt eruit gehaald, de fosfaat. Dan heb je nog één mineraal, maar er zijn inmiddels ook projecten gaande waar rioolslip gebruikt wordt. Er zijn technieken om rioolslip te zuiveren, om spullen af te breken. Het is nog niet de meest gewenste meststof die er is, maar we kunnen niet anders, zou ik als zeggen, als we moeten dat beschikbaar maken. Maar hoe geschikt is dat spul nou? Kan een boer daar wat mee? En hierbovenin gaan niet alle getallen bij langs, maar ik heb weer die stikstof en fosfaat als uitgangspunt genomen. Rioolslip, dat is de bovenste. Een biogranulaat, dat is een vorm van gecomposteerde rioolslip. Als je dan kijkt naar helemaal rechts de stikstof aanvoer per kilogram fosfaat, dan is die laag. Met andere woorden, rioolslip is heel erg fosfaathoudend. Veel hoger dan meststoffen. Dus daar kan een boer niet veel mee. Rioolslip is geen handig spul. Hij zit in de mum aan zijn fosfaatnorm en heeft nog lang niet genoeg stikstof aangevoerd. Ik noemde 2, daar is mijn muis gebleven. Oh, mijn hele muis gaat er vandoor. 0,7, 0,5 zitten allebei veel te laag, te weinig stikstof. Als je varkensmest er tegenover zet, dat is deze, of rundveedrijfmest, dat is deze, die twee groene ballonnetjes. De varkensmest zit rondom de 1,8, de rundedrijfmest die zit op 2,9. Dus die krijgen allebei een waardering groen. Die hebben een mooie hoeveelheid stikstof tegenover de rundedrijfmest, zelfs heel mooi. Dan heb je wat extra stikstof, dan heb je nog wat, kun je nog wat hoger in je stikstof gaan. Wat
komt er nou in de buurt? Dat is nu nog op dit moment rekenkundig. Je kunt dus fosfaat uit slib halen. Daarmee kun je die verhouding verschuiven. Wat kun je nou in de buurt krijgen van die verhouding die de mestsoorten op dit moment ook hebben? Nou, dan kom je terecht op wat dan heet slipkoek. Met andere woorden, slip wat een beetje ingedikt is, waar nog maar 25% fosfaat in zit. Dan wordt 3/4 eruit gehaald. Dat kun je met die struvietechnieken doen. Dan hou je nog maar 1/4 over. Die zit op 2,9. Dus die begint dan te lijken op de rundveedrijfmest. En als je er eentje neemt met de biogranulaat, de gecomposteerde vorm, dus dan is die verteerd, is die warm geweest, dan komt die in de buurt van de 2,0. En dan lijkt die weer meer op die varkensdrijfmest. Met andere woorden, de combi van aan de ene kant struviet eruit halen, fosfaat eruit halen, om die als minerale meststof te kunnen gebruiken, en dan als organische meststof slip te gaan gebruiken, dat is prima passend te krijgen. Maar er moet wel het een en ander gebeuren nog om dan dat slip ook zodanig te hebben dat dat niet milieuvervuilend is, dat dat niet bedreigend is voor volksgezondheid en dat soort dingen. En dat is ook waarom die biogranulaat erbij zit, omdat dat een gecomposteerde variant is die heet geweest is. En dat betekent dat je daarmee een heleboel ziektekiemen kwijt bent. Als je dan ook nog de technieken ontwikkelt om de gifstoffen die erin zitten, de medicijnresten, de hormoonresten, et cetera, af te breken. En ook daar maken ze al stappen in uit die hele saneringswereld, de grondsaneringswereld. Zijn er ontzettend veel technieken om gifstoffen af te breken. Zie ik het wel gebeuren dat dit in de toekomst een bruikbare meststof wordt. Biologisch, dat is nog een andere discussie, want daar heb ik ook best veel discussie mee. Hoe gaan we nou biologisch de kringloop rondzetten, want dit is nog geen biologische meststof, terwijl je ook juist daar met die kringloop bezig bent. Dus dat is voor de biologische wereld nog best een zoektocht extra met wat is er straks aan reststromen die je ook nog onder die noemer kunt inzetten. Ik heb hem toegepast op het bedrijf dat we net bekeken hebben. Een heleboel getallen, maar ik zal jullie er toch mee proberen door te loodsen. Hier linksboven, dat is die berekening die we net hebben bekeken. Dit is wat ik nu ben gaan berekenen voor de aanvoer van rioolslip. Ik heb eerst naar stikstof gekeken. Om de stikstofhoeveelheid aan te voeren die Arjen nu aanvoert, zou ik 552 ton op het bedrijf moeten aanvoeren om die hoeveelheid te dekken. Per hectare 16 ton rioolslip. Dan zou ik precies zo bemesten als die nu doet, in hoeveelheden. Wel met ander materiaal, dus de dynamiek is anders, dat moet je wel in het achterhoofd houden. Maar qua hoeveelheid zit je dan op 16 ton per hectare, geen gekke hoeveelheid. Fosfaat hangt er een beetje vanaf welke variant je neemt. Als je de slip neemt in zijn originele vorm, dan hoef je maar 162 ton aanvoeren. Dan zit je op 4,8 ton per hectare. Dan heb je de fosfaathoeveelheid al binnen. Dan heeft hij al zijn fosfaat binnen. Als je zegt, ik neem de verarmde variant met maar 1/4 van de fosfaat erin die er oorspronkelijk in zat, dan heb je veel meer ruimte om aan te voeren. Dan kan die op zijn bedrijf... Mijn muis doet een beetje rare dingen, die ga ik leeg, geloof ik. Dan kan die op zijn bedrijf dik 600 ton aanvoeren aan slip. En dan zit je op 18 ton per hectare. En dan zie je ook weer dat die 16 ton voor de stikstof of die 18 ton, als je daarvan uitgaat, dat die dicht bij elkaar in de buurt komen. Dus dit begint weer op te lijken. Toen ben ik nog een stapje verder gegaan voor hem. Ik heb gezegd, stel nou dat je alle fosfaat gaat benutten. Hij zat maar op 3/4, maar fosfaat is een stof die 100% benutbaar is. Dat is een schaarse stof in de toekomst, dus die moeten we op 100% zien te krijgen. Hoeveel stikstof voer je dan nog aan? Als je dit als maatstaf neemt, dat je daar 100% benutting wil hebben. Dan kun je met de originele slip nog maar dik 2000 kilo stikstof aanvoeren. En dan zit hij dus te kijken tegen een tekort van 5000 kilo stikstof in zijn huidige bemesting. Die hij nog aan moet voeren uit andere bronnen. En dan merk je dat een akkerbouwer zegt, ho, wacht even, maar dan wordt die slip wat minder interessant. Dan wil ik op zijn minst dat verarmde slip gaan gebruiken. Dan ga je naar de variant hieronder. Als je dan 100% fosfaatbenutting bereikt, dan mag je 13 ton stikstof per, 13 ton slip per hectare aanvoeren in plaats van de 18 die hij nu zal gebruiken. Dan voert hij dik 8000 kilo stikstof aan en voert hij zelfs nog meer stikstof aan dan hij op dit moment met zijn andere vormen doet. Ja, dan schiet hij weer aan de andere kant door. Nou, de volgende variant is nog dat je 50% verarmde. Met andere woorden, je kunt op maat gaan maken. Je zou kunnen bestellen straks, ik wil graag slip gaan gebruiken. En ik wil hem bij wijze van spreken 60% verarmd hebben. Dan zit ik precies in die verhouding die op mijn bedrijf goed uitkomt. Zijn we er dan? Nou, voor deze boeren misschien wel. Is nog de vraag of de dynamiek dan zodanig is dat het door het jaar ook zo vrijkomt als hij dat zelf wil. Want kas is toch wel echt een ander spulletje wat je in het voorjaar uitrijdt dan slip.
Ik heb ook gekeken naar de hoeveelheid slip die we in Nederland hebben. Dat viel me een beetje tegen. Ik heb hem hier in deze regel onderaan staan. We hebben 1,3 miljoen ton slip op 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. Als je dat omrekent, gewoon even plat over heel Nederland uitsmeert, is dat 0,7 ton per hectare. Terwijl we op dit bedrijf varianten hebben tussen de 3,5 en de 13,3. Dus het is al duidelijk dat lang niet alle bedrijven het met slippen kunnen rondzetten. Het zal een deeloplossing zijn, maar er zijn nog veel meer dingen nodig in de zin van GFT, groen compost, dat soort dingen, om de complete mineralenbalans rond te zetten. Dus we hebben hier nou een stukje van de deeloplossing, laat ik het maar zo uitdrukken, bij de kop gehad, maar dan zijn we er nog niet. Dit is wat ik me noem bij boeren en tuinders in de week leggen, hoe de boel moet gaan verschuiven. Dit hoeft niet morgen af, maar in de komende 10 jaar zijn dit wel bewegingen waarin we mee gaan te zijn. Goed, nu langzamerhand naar een, helaas moet je onderbreken Ruud, toch naar een afronding toe, anders komen we niet op. Ik til dit nog even naar het grotere plan toe, want dat was, we zouden eerst inzoomen op bedrijven en dan weer terug naar het grotere plan. Dit was dus wat eigenlijk de aankondiging was. Dit is het grotere plan. Ik had het nu voor één bedrijf bekeken. Dit is het grotere plan. We hebben net zitten rekenen aan rechts het rioolslip. Dit mannetje wat hier op de play zit. Maar dan hebben we nog het GFT-afval. We hebben de reststromen uit de voedingsindustrie en het oogstafval van gewassen. Dus dit soort mineralenbalansen, daar zullen deze posten ook allemaal op gaan komen om het plaatje compleet te krijgen. Op welk niveau gaan we dat doen? Voorlopig binnen Europa. De wereld kunnen we schudden. Dat gaat niet meer worden, heeft Europa ook aangegeven. We willen binnen Europa de kringloop rondzetten. Dus de grondstoffen die je haalt, die kun je van binnen Europa halen. Ik heb nou gerekend met Nederlandse grondstoffen, maar je mag het verder weghalen. Dit is de farm-to-fork strategie die ik nou eigenlijk ingevoerd heb. Je kunt nog verder gaan. Je kunt ook zeggen, die veestapel gaat nog verder krimpen. Wat dat gaat gebeuren, we moeten de kringloop op kleinere omvang rondzetten. Denk aan het formaat Nederland. En dan hoef je niet de grens van Nederland te nemen, maar wel die afstanden. Nou, voor de EU-variant waar we eerst op aankoersen, betekent dat een veestapel krimpt van 25%. Ga je nog verder en zeg je, ja toch over 30 jaar willen we dit punt bereiken, dan wordt die kringloopsafstand nog korter. Dan zit je op een veestapel krimpt van ongeveer 50%. Die buurt zo'n beetje. En daar komen dit soort getallen ook vandaan die zo hard geroepen worden. Dat heeft zijn achtergrond in dit soort rekenwerk zitten. Dit was wat Imke de Boer vorige keer al aangaf over de reststromen. Gaan we voeren aan koeien of kippen, varkens of aan ons? Nou, die halvering die heb ik vertaald met, we zitten nu op 50 gram dierlijk eiwit per dag. Dat gaat naar 25 toe. En hier zit de grondslag dat ik ook heb aangegeven. Je mag straks als akkerbouwer niet al te rijk rekenen met dierlijke meststoffen. Want die dierlijke meststoffen zijn er niet meer. Er zijn allerlei tendensen aan de gang op het ogenblik. Grondgebonden veehouderij, minder dierhouderij, die maken dat we straks niet meer zo'n meststofoverschot hebben. Dus dat wordt een hele route, zeg maar. Dat vertrouwen op, er is nog zat mest bij de veehouderij, dat mogen we niet al te veel vasthouden. Deze sla ik over. Dit was in een notendop. Enerzijds bedrijfsniveau en nog even als toetje met de tendens die we in de landbouw in Nederland nu gaande zijn. En waar die gedachten in die tendens vandaan komen, die soms wat korter de bocht lijken, maar wel een grondslag hebben in praktische rekenwerk. Tot zover, Bert. Dankjewel, Ruud. Knap hoe je zo'n verhaal, er is een tijdje over gedaan, hebben. Ja, het verhaal niet, maar het in bij elkaar zetten, hè, zo kort mogelijk. Want die opdracht kreeg je. Keurig gedaan. Ja, we kijken even naar de chat. Misschien heb je daar ook nog, kun je daar een reactie op geven. Een paar, ik zie er staan bijvoorbeeld, dat was van Chris, denk ik. Klopt dat? Ja, ik ben vrij novice in dit, in al jullie agri-food termen. Dus ja, ik probeer op te nemen als een spons wat ik hier krijg, maar wow. Dus ik heb, dan ga ik gewoon vragen stellen. Ja, dan ga ik gewoon student spelen. Spijt me. Ja, doe maar. Dat is heel goed, ga je gaan. Kom. Allereerst, waar hebben we het over? Wat is slip? Rioolslip. Dat wat in de rioolzuiveringsinstallaties terechtkomt. Dus onze stront, onze urine, plus de industriële resten. De grote afvalstroom die uit de maatschappij komt.
Oké. En dus we hebben het niet over een soort van de koek die aan de zijkanten vormt of zo? Het wordt vaak gefilterd. Een deel van het water wordt afgevoerd om niet alleen maar met water aan het slepen te zijn. Dus er zijn scheidingstechnieken om dat uit elkaar te halen. Maar het is een grijze, stinkende, drabbige massa die uit ons komt, om het maar zo te zeggen. Zo simpel is dat. Helder, Chris? Ja, helder, helder. Oké. Ja. Nou, ik heb geprobeerd op te letten naar wat u allemaal vertelt. Dus de probleemkwestie hier in mijn ogen, tenminste dat kreeg ik uit uw verhaal, is we willen zoveel mogelijk fosfaat winnen op een of andere manier tegen zo weinig mogelijk CO2 uitstoot. En dat is het probleem. Dat we te veel CO2 maken in vergelijking tot hoeveelheid fosfaat die we gebruiken. Nee, CO2 heb ik nu nog helemaal niet erin betrokken. Dat is meer het klimaatprobleem, CO2, energie, et cetera. Ik heb nu echt naar de mineralenkringloop gekeken. Waar ik nu mee aan het zoeken ben, eigenlijk is de zoektocht die de boer en tuinder doet. Als ik straks niet meer mineralen kan aanvoeren in de vorm van kunstmest en in de vorm van krachtvoer, wat op dit moment ver uit de grootste instromen zijn die Nederland binnenkomen. Mm-hmm. Ja, wat heb ik dan beschikbaar om het rond te zetten? Want kringlooplandbouw klinkt leuk, maar praktisch gezien, wat voor materialen zijn dat dan en in welke hoeveelheden zijn ze er? Want als die dat niet voor ogen heeft, ja, dan blijft het een theoretisch verhaal met ja, de reststromen uit de maatschappij. Ja, dan moet je wel weten hoeveel reststromen dat zijn. En dan moet je dus als boer ook op kunnen anticiperen. Hoeveel stikstof gebruik ik nu? Hoe groot zijn die stikstofstromen uit de maatschappij? Nou, die zijn beduidend kleiner dan wat we nu hebben. Dus dat rendement, deze boer die zat op 67%, dat is te laag. Dat rendement moet echt in de richting van de 80-90% op deze mooie poldergrond. 90% is haalbaar, maar dat betekent dan weer ten koste van een deel van de productie. Want dan kun je niet naar de maximale productie. Dus het hele spel is het zoeken naar een nieuw evenwicht met waar haal ik mijn materialen vandaan, welk rendement aan mineralenbenutting kan ik bereiken, wat is dan de productieniveau waar ik op mag insteken, want dat zijn dan niet meer de maximale producties, maar dan ga je weer naar wat ik me noem optimaal toe. Dat hele spel ben ik met boeren aan het doen. Spel is niet meer dan een beetje speels woord. En vind ik ook, ik zag die vraag voorbij komen, moet een student dat kunnen? Ja, ik vind dat een student dit moet kunnen doen. En dit is ook wat ik nu aan het maken ben. Dat is gewoon Excel-niveau, om het niet te complex te maken. Dit bouw ik zo om dat het een invul-Excel kan worden die een student kan invullen. Op wijze van spreken een beetje handige Excel-jongen zelf zou kunnen maken. Maar er zijn heel veel complexe modellen die in de boerderij, in de landbouw gebruikt worden. Ik wil juist terug naar een simpel systeem, omdat je hier je eigen bedrijf heel goed in kunt zien. En complexe modellen kun je van alles inkieperen, maar je weet niet wat ze ermee doen. Mooi, dank ook dat je die vraag van Mirjam al gelijk meenam. De vraag was, vind je dat studenten moeten kunnen berekenen? Daarop zeg jij, ja, eigenlijk moet dat, zou dat hartstikke mooi zijn. Als niveau 4 studenten en HBO studenten dit kunnen. Ik wil graag naar een volgende vraag even van Ad Mens. Ad, misschien is het ook nog leuk. Ja, Chris, gezien de tijd moeten we toch graag naar Ad toe. Chris zwaait bijna zijn arm uit zijn lijf om mijn aandacht te krijgen. Maar dit is voldoende, Chris. Ad Mens, kun je het nog even toelichten? Wat is de reststammenstof? Ja, zeker, Cor, als ik de naam goed heb. In de recycling, denken en circulaire economie wordt er heel vaak geredeneerd van stop het maar in een biogasinstallatie. Dat is mooi voor de kringloop. Dan komt er ook nog groen gas uit. Het restant is een goede meststof. En daar gaan mijn vragen over. Want ik hoor toch wel regelmatig. En ik zie ook regelmatig dat dat geen goede meststoffen zijn. En ik was benieuwd naar de ervaringen al. De eerste ervaringen bij Ruud. Of hij ervaring heeft met verschillende soorten digistaat. Qua schadelijkheid, maar vooral qua bemestingswaarde. Als je normale drijfmest hebt of die rioolslip idem dito, dan verdeel ik dat in 3 stikstoffracties. De snelle stikstof, dat is de minerale stikstof, vergelijkbaar met de kunstmest. Dan heb je de stabiele fractie, vergelijkbaar met compost, die komt in het eerste jaar helemaal niet in beweging. Die wordt vastgelegd en dan heb je een tussenfractie. Die ligt vastgelegd in het organisch materiaal, maar komt vrij door de vertering, door het bodemleven. Wat er tijdens die vergisting gebeurt, is dat die middenfractie, dat wat in het organisch materiaal zit, maar wel redelijk makkelijk afbreekbaar wordt, is dat wordt afgebroken. Dus je krijgt een splitsing in meer mineralenstikstof die erin zit. Want die
medium beschikbare stikstof, die wordt omgezet in een snelle stikstof. Dus de kunstmestwaarde, noem het maar, de kunstmestactiviteit van dat rioolslip, dan wel van het digestaat, wordt groter. Het aandeel direct beschikbare stikstof wordt groter. En het aandeel, dat andere aandeel dat dan overblijft, dat ligt dan ook vast. Dus je hebt een meststof die op de korte termijn snel levert. En de rest een soort aanvulling van je bodemstikstof is. En dat middenstuk, wat organische meststoffen normaal gesproken doen, je geeft mest, een deel werkt meteen en een deel werkt in de maanden daarna. Dat stuk dat is er eigenlijk uitgehaald. En dat betekent ook voor het bodemleven dat dat stuk wat juist die bodemdynamiek geeft, en dat is voor het bodemleven het interessante stuk, dat hele stabiele, dat is niet zo interessant, dat is lange termijn werk. Die snelle stikstof is ook niet zo interessant, maar juist dat middenstuk, daar fleurt het bodemleven van op. En dat wordt ertussen uitgehaald. Dus dat bruisende bodemleven, dat wordt nu als het ware in de digesteren al verbruikt. Een ander iets is dat er gifstoffen ontstaan. Hoe bezwaarlijk dat is, de een zegt wel, de ander zegt niet, ben ik minder expliciet over. Maar als meststof wordt die wat minder aantrekkelijk voor het bodemleven. Hij wordt technischer voor het pakken. Ja, dankjewel. Je merkt, daar gaat de vraag nog een paar over, dat we hier heel lang over kunnen praten. Toch hebben deze vier bijeenkomsten echt willen we binnen een uur hebben. De informatie die Chris ook vraagt, wordt hierna wel verzonden. Dus en ieder kan daarna nog steeds vragen stellen. Ik ben ervan overtuigd, Ruud, als je jou bellen, dat je hier op in wil gaan. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, bellen en mailen en zo. Als je nog concrete vragen hebt, stuur ze gerust. Prima. Hey, hartstikke bedankt, Ruud. We gaan over. Je blijft erbij, want straks kun je nog weer. Wij gaan over naar Geert. Geert, ik heb je straks al welkom geheten. Geert Stevens, nogmaals, een melkveehouderijbedrijf in Holte. Vanuit jouw visie, vanuit jouw kant graag ook een presentatie. En die heb jij, die kun je zelf ook zichtbaar maken, neem ik aan. En dan gaan we naar jou luisteren. Ja, mooi. Dankjewel. Ik weet niet of het nu helemaal gedeeld is. Even kijken. Ja, hij knippert wat, maar hij is zichtbaar. Ja, hij is zichtbaar. Oké. Okay. Hij is zichtbaar, maar nog niet in de presentatiestand. Hij staat nog in de werkstand, zeg maar, met die kleine schermpjes ernaast. Moet jij, denk ik, de diavoorstelling aanklikken? Dat heb ik net gedaan. Ik weet niet of je hem nu ziet of niet, in de diavoorstelling of niet. Nee. We gaan even wat wisten. Dan moet ik even opnieuw... Ik neem aan dat iedereen zo serieus kijkt omdat het gewoon heel veel informatie was. En niet omdat jullie allemaal verdrietig zijn. Zo, dit helpt al, zie ik. Oh! Nou, we wachten even tot Geert. Nou, ik ben nog een beetje pas met mijn... Even kijken. Nu moet hij doen, sorry. Ja, prima. Ja, hij is... Goed. Bedankt voor de uitnodiging dat ik hier wat vertellen mag over ons bedrijf en hoe wij omgaan met kringlooplandbouw. Ik vond het ook een heel interessante kijk van Ruud op kringlooplandbouw. En Ruud gaf ook aan van er is echt een verandering gaande in de sector en eigenlijk wel in de hele maatschappij. En dat zie ik ook als boer. En je kunt ervan vinden wat je wil, maar ik ben wel iemand die daarin mee wil bewegen in verandering. Daar wil ik graag wat over vertellen, hoe wij daarin mee bewegen op ons bedrijf. En hoe ik dan misschien wat handvatten aan jullie kan geven, hoe je hier daarin ook in het onderwijs mee om kunt gaan. Frank Post heeft volgens mij koeien en kansen al eens een keer verder toegelicht, wat het van netwerk is. Wij zijn dus ook een van de 16 deelnemers. Wij zitten met ons bedrijf in Holten, op zandgrond. En... zal ik een klein stukje snel even doorlopen van onze bedrijfssamenstelling. Doe het bedrijf samen met mevrouw. Met over het bedrijf een dikke 100 koeien op een kleine 50 hectare grond. 47 hectare grond. Kringlooplandbouw. Wat is dat voor mij? Dat betekent dat je de biomassa, eigenlijk de hele mineralen en alles wat je rondzet... dat je daar winst uit wil halen en in ieder geval verliezen wil beperken. Dat is voor mij kringlooplandbouw. En als boer hebben we de uitdaging om dat vorm te geven. En dat is ook wel de uitdaging en het mooie werk van boer zijn, dat je dus te maken hebt met de veestapel, maar ook met
met gewassen op het land. En het land en de bodem eigenlijk. En dat is een hele mooie kringloop om daar alle dagen mee bezig te zijn en daarin te werken. Hoe doen wij dat op ons bedrijf? Waar hebben we aandacht voor in binnen kringlooplandbouw? Dat is dat we graag reststromen willen gebruiken. Dat doen we in onze voeding bij de dieren. Door middel van reststromen zoals perspulp, wat een restproduct is uit de suikerindustrie, te gebruiken. Dat zijn reststromen die we van buiten, dus vanuit de maatschappij eigenlijk, hè, wat over is naar ons bedrijf te halen. Hetzelfde doen we met maïsel. Je zegt van, is dat ook een reststroom? Ja, dat zie ik wel als een reststroom. Hè. Het is gewoon een reststroom die het buitengebied vrijkomt. Ik heb het dan over maïsel die het waterschap uitsloten in de omgeving maait. Die gebruiken wij op ons land om ook de koolstof, dus het organische stofgehalte op onze percelen op peil te houden en het liefst zelfs te verhogen. We zijn er met kringlooplandbouw bezig om onze mest op te waarderen. Ik had het al over, net een van de vraagstellers had het al over vergisting. Daar blijf ik eigenlijk een beetje ver van. Ik zie echt wel zorgen over de kwaliteit van die mest. Maar het opwaarderen van de mest, dat doen wij op ons bedrijf. Omdat wij de groot gedeelte van de dieren, van eigenlijk de droge koeien, dus de dieren die net voor afkalven zitten. Om dat te strooien, dat geeft dus een extra meststof op het bedrijf. En die kunnen we dan ook heel gericht gaan inzetten. En die zetten we in naar de gewassen die we telen. Waar zetten we dat in? Op maïs of op grasland? En dan kijken we vooral naar de kwaliteit van de bodem. Welke bodem, welke grond heeft het meeste aan die koolstofrijke mest? En dan willen we dus eigenlijk ook de kringloop van koolstof proberen te sluiten. En Ruud noemde het ook al een efficiëntie hè, van een akkerbouwbedrijf. Maar bij ons in de melkveehouderij is dat natuurlijk net zo. Kijk ook naar de efficiëntie in de kringlopen. Koeien en Kansen bestaat al ruim 20 jaar. Is begonnen als project om efficiënt met mineraal om te gaan. Met stikstof en fosfaat. Maar de laatste jaren zien we ook dat de koolstofkringloop ook steeds belangrijker wordt. En is in het project ook steeds meer oog voor onder andere waterkwaliteit. En op dit laatste paar jaar ook voor klimaatgassen, onder andere methaanuitstoot. En wat wij dus ook willen doen, is ook de aanvoer van buitenaf beperken. Ruud gaf ook al aan, we moeten naar minder kunstmest en minder krachtvoer. De lijn die Ruud zegt van het gaat helemaal eraf. En dat is de ambitie misschien ook al van politiek. Dat zou kunnen. Wij proberen als bedrijf, als Koeien en Kansen deelnemen, ook handvaart te geven voor de melkveehouderij op de wat kortere termijn, tussen de 5 en 10 jaar. En daardoor denk ik wel dat wij van meerwaarde daarin kunnen zijn. Dat wij dus al wat kleine stappen hebben gezet. Dus wij zijn nog niet helemaal van kunstmest en krachtvoer af, maar we zijn er wel mee bezig. En daar zal ik zo in de presentatie heel iets meer over gaan vertellen. Als je met kringlooplandbouw bezig bent, is het heel goed om te zien waar je staat met je bedrijf. Dat betekent, breng in beeld waar je staat, wat je kengetallen zijn. Deze zijn vrij beperkt die ik nu laat zien. Het gaat vooral om eiwit, om stikstof eigenlijk. Daar wil ik het komende stukje even aan wijden over een stikstofkringloop. Moet je eerst kijken waar je staat en dan kun je ook zien waar kan ik mijn bedrijf verbeteren. Hier heb ik aangegeven hoe ons rantsoen in elkaar zit. De melkproductie en ook daarbij de hoeveelheid krachtvoer die we daar voeren en ook hoeveel eiwit in ons rantsoen. Ik zie nog wel uitdaging om ons de efficiëntie van de voeding, om die nog verder te gaan verhogen, weer terug te brengen naar 30% waar we enkele jaren geleden ook op zaten. Nou, als je dat wil gaan doen, dan moet je eerst kijken van, wat is dus mijn grootste aandeel op het bedrijf, waar kan ik het makkelijkste grip op krijgen. Dat is bij ons dus 54% van het rantsoen is gras, zowel daarin onderverdeeld als vergesgras en als kuilgras. En daar wil ik het zo even wat meer op focussen. Als je dus naar je efficiënte met stikstof om moet gaan, moet je ook dus kijken naar de input. Input willen we verlagen, hebben we gezegd. We willen na het ruw eiwit in het rantsoen weer terug naar rond de 150 ongeveer. En hoe gaan we dat doen? Nou, ik zei net, gras is het grootste aandeel, dus daar moet je ook gaan sturen. Als ik die vraag dan
of als ik hem even wat breder neerzet, hè. We zoomen net op ons bedrijf, maar als ik wat breder neerzet over alle bedrijven in Nederland, of nee, niet alle bedrijven in Nederland, zijn de deelnemers van de vruchtbare kringloop Achterhoek en Overijssel, alle rantsoenen allemaal bij op een hoop gegooid, en dan zien we dat de wat extensieve bedrijven, dus met weinig melk per hectare, dat die veel gras voeren en wat minder mais en krachtvoer. En dan wat intensieve bedrijven die je aan de rechterkant ziet, die voeren wat meer, minder gras, wat meer mais en ook meer krachtvoer. Dus logischerwijs zou je kunnen zeggen van een extensief bedrijf zou anders moeten sturen op ruwvoer als een intensief bedrijf. Of andere doelen moeten stellen. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Maar wat we in de volgende sheet zien, dit zijn dus alle graskuilen die gewonnen zijn binnen het vruchtbare kringloop Achterhoek en Overijssel. Dat eigenlijk met name in het eiwitgehalte tussen die bedrijven eigenlijk de variatie nog maar heel klein is. Met andere woorden, er wordt niet op kuilkwaliteit gestuurd door die bedrijven. En daar ligt volgens mij een hele kans om daar wel in te sturen. Ik zei net, je moet kijken naar je eigen situatie. 2018 bevatten onze kuilen 190 gram ruw eiwit. Nou, als je dus totaal op 150 gram in je rantsoen per kilogram droge stof uit wil komen qua eiwit, en je weet dat gras een groot aandeel van je rantsoen is, betekent dat je dus hier moet sturen. Zodat je het totale ruw eiwit van je kuilen verder naar beneden krijgt. Hoe hebben we dat gedaan? Dat hebben we gedaan, ja, meten is weten, heb ik erop al bij gezet. Zorg dat je in beeld krijgt wat het ruw eiwitgehalte in je gras is als je gaat weiden, dus veel vers grasmonsters te nemen, maar ook zorg dat je je oogstmoment bepaalt naar gelang het eiwitgehalte dat je wilt hebben in je gras. We hebben dus vorig jaar meegedaan in een meetnetwerk. Elke week werd de droogstofopbrengst gemeten en ook de kwaliteit van het gras. Nou, als je dat ziet, dan gaat de lijn van droogstofopbrengst gaat vrij snel naar boven in de tijd, maar het ruw eiwitgehalte zakt snel weg. Uit berekeningen van Wageningen blijft dat je elke dag, als je wacht met oogsten, dat je 4 gram eiwit per kilogram droogstof verdunning krijgt. Dus als je streeft naar een kuil van 160 ruw eiwit, ja, en je zit op bijvoorbeeld op 2 mei op 170, dan moet je gewoon weten dat je nog een ruime week geduld moet hebben. Zulke handvaten zijn heel belangrijk voor boeren om die te kennen. Om deze systematiek, dus deze manier van denken te kennen. En de volgende stap is dus ook te meten op je bedrijf. Waar sta ik nu? En als ik een bepaald doel heb, hoe kan ik dat doel bereiken? Nou, dit is dus het resultaat van de kuilen die we hebben geoogst dat jaar. En het totaal ruw eiwit in de kuilen is wel gezakt van 190 naar 164. Er zitten wel wat uitschieters in. De eerste snede is erg ver doorgezakt naar 140 ruw eiwit. En de najaarsnede zitten wat hoog. En dat is op zich niet erg. Als je die kuilen maar naast elkaar kunt voeren, dan kun je heel scherp aan de wind zeilen met wat betreft met eiwitgehalte in je rantsoen. Dat was de pijler dus voor het ruwvoer in ingekuilde vorm. Andere kant, we streven ook naar veel weidegang. 180 tot 200 dagen weidegang minimaal. Dat betekent dat je dus ook oog moet hebben voor het vers gras wat je voert. Dus en hoe je daarop kunt sturen. We passen een systeem van stripgrazen toe. Dat betekent dat je een wat langer gras weidt. En daardoor dat het eiwitgehalte vaak in het gras ook wat lager is als kottengras. Dus dat je daar ook efficiënter met je eiwit om kunt gaan. Zorg dat je op tijd je krachtvoergift aanpast. En ook de samenstelling van je krachtvoer. Dat je gelijk wat scherper gaat zitten als de koeien naar buiten gaan. Als het eiwitgehalte in het gras hoog is. Nou, rechtsboven het plaatje geeft weer dat als het bij ons lang droog is en dan gaan de koeien gewoon een periode op stal. Zodat ze niet te veel mest naar het land brengen wat dus niet goed benut wordt. Sinds de laatste 3 jaar veel droogte is geweest, delen we eigenlijk het jaar op in 2 seizoenen. 2 weideseizoenen. Dat vraagt vroeger in het voorjaar, in de zomerdag een tijdje weer op stal en dan nog weer lang naweiden in het najaar. Wij hebben ervaringen mee. Dat het beste gaat. En ook daar passen we onze bemesting ook op aan. We noemen dat eigenlijk het klimaatbestendig bemesten. Heel vaak hoor ik boeren zeggen van je bent heel efficiënt bezig met mineralen. Koeien vullen de wei. Kijken hoe je om met gras en eiwit omgaat. Maar kost mij dat geen geld? Levert dat ook geld op? Dat vind ik altijd wel een hele belangrijke vraag. Want we hebben het wel over duurzaamheid. Maar duurzaamheid is niet alleen omgaan met mineralen en oog hebben voor milieu en klimaat.
Maar duurzaamheid is ook een verdienmodel van, een onderdeel van duurzaamheid is ook inkomen van de boer. Met de counters, die heeft voor mij uitgerekend, onze voerwinst elke vijf weken houden wij precies bij wat wij voeren aan de koeien, onze productie wordt geregistreerd. En dan worden alle prijzen van de ruwvoeders, de daadwerkelijke kosten van de ruwvoeders worden eraan gehangen. En dan heb je een hele mooie grafiek wat dus eigenlijk je voerwinst is. En ook het aandeel vers gras, dat zijn de groeiende balkjes, hebben we neergezet. En het vers gras kost bij ons bedrijf ongeveer 6 cent per kilogram droge stof. En het ingekuilde gras rond de 15 cent. Dus als je ingekuild gras kunt vervangen door veel vers gras, zie je ook dat het enorm effect heeft op de voerwinst in die periodes. Nou, en de kunst dan om dat te sturen met de juiste krachtvoersoorten. Ja, dan kun je eigenlijk over het hele jaar toch wel geld verdienen. En efficiënt met mineralen omgaan. En ja, dat is eigenlijk onze manier om de kringloop, de eiwitkringloop te verkleinen en daardoor onze stikstofefficiëntie te verhogen. Dat is dus onze aanpak samenvattend voor stikstof, dus het eigen eiwit. We hebben een strategiewijziging doorgevoerd. We zijn geëxtensiveerd. Dat past ook een beetje wat Ruud ook aangaf in de richting grondgebondenheid. Dat zie ik natuurlijk ook. Dan zou je toch alleen met efficiëntie red je het niet. Denk ik. Ik denk dat het toch wel richting grondgebonden melkveehouderij gaan. Vandaar dat we daar ook stappen in hebben gezet. Sturen met ruwvoerteelt heb ik wat over verteld. Uitbalanceren van het rantsoen. Heel belangrijk, niet alleen in de winterdag, om daar goed met de voeradviseurs naar te kijken. Maar ik vind het nog belangrijker om dat rondom het beweiden te doen. Veel vers gras in de koeien voor de kostprijs. En dat levert dus een hoge voerwinst op. Dat was hem. Mooi, dankjewel Geert. Helder verhaal. Zijn hier vragen al? In de chat zien we geen vragen, maar misschien kan iemand dan live een vraag stellen. En anders denk ik dat Ruud in eerste instantie wel wil reageren op het verhaal van Geert. Is er iemand die een vraag wil stellen aan Geert? Alfons. Alfons steekt dus een letterlijke handje. Nou, dat vind ik wel eens een keer menselijkheid. In plaats van zo'n digitaal handje. Hè? Alfons, ga je aan. Ben ik te verstaan? Ja. Geert, hoeveel vestgras voer je per koe per jaar? Hou je dat bij? Of? Ja, dat houden we bij. Afgelopen jaar hebben we 1000 kilogram droge stof vers gras gevoerd. En dit jaar is de ambitie om dat met 40% op te schroeven naar 1400 kilogram droge stof. Ja, wat ga je dan anders doen? We hebben geïnvesteerd in beregening. Door ook de mineraalefficiëntie te volgen. En daardoor ook meer tijd te hebben om de koeien te weiden. En een iets ander beweidingssysteem. Het stripgrazen houden we wel aan. Alleen de inschaallengte die gaan we verder verhogen. Dat betekent dat we de koeien langer gras laten grazen. Dus minder kort af laten grazen en daardoor wat hogere hergroei hebt. Ja. En ik zag een plaatje waar die het ruw eiwit naar beneden gaat en de droge stof enorm toeneemt, hè, met een aantal groeidagen. En ik meende van 9 naar 16 mei dat je opeens op 5,9 ton droge stof zat. Ja, dat klopt. Een oogstje echt zo laat? Ja. Of is dat? Dus we gaan doen. Ja, in het voorjaar laat oogsten je kunt wat van die cijfers zeggen. De eerste 3 of 4 metingen zijn met de grasland hoogtemeter gedaan. En de laatste is een daadwerkelijk gewogen opbrengst. Met inkuilen. Als je wat later maait, de eerste snede met name, qua femmen, dus de energieopbrengst is altijd heel hoog. Die zakt niet zo snel weg. Dus er echt bij sturen, dus op eiwit gehalte vanaf wanneer we het oogstmoment bepalen. En een kuil met 140, 150 ruw eiwit, daar leg ik helemaal niet wakker van. Dus wij oogsten echt rond de 5 ton droge stof. Ja. Oké, dankjewel. Dank voor de vraag, Alfons, dank voor het antwoord, Geert. Geert, er wordt ook nog een vraag gesteld van Ad Merks. En de vraag is eigenlijk, welke ruwvoerders zijn nou interessant om naast het gras nog te tegen? Waarvan Ad dan zegt, in ieder geval mais, maar iets anders om te bewijden. Minder eiwitrijk gras of, heb jij nog voorstellen? Dat is zijn vraag eigenlijk. Ja, we hebben ervaringen ook met kruidenrijk grasland op ons bedrijf.
Met name rondom klimaatbestendigheid, de weegbree, de chirurgie, dat zijn toch kruiden die toch meer massa geven als het droog is. En ja, dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. En ja, misschien dat we daar nog wel verder in gaan. En dat past ook heel goed naast bewijding, want het zijn ook kruiden die de koeien ook goed opnemen. Voor de rest zie ik eigenlijk anders geen gewassen. Want ja, je kunt naar akkerbouwgewassen gaan kijken. Maar ja, ik heb zoiets van, de koeien moeten ook kunnen grazen. En gras kunnen ze grazen en maïs niet, om zo maar te zeggen. En andere, dus en, dat is een beetje onze bedrijfsfilosofie eigenlijk. En ik zie net in de chat ook nog opmerkingen over klaver langskomen. Ja, we hebben ook klaver in ons, veel van onze percelen. Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Zag ik nog een live handje van Edward? Of, Ja, Geert, heb je ook overwogen om de bemesting naar beneden te doen bij de eerste snede? Hè, dus je kiest voor een zware snede met een relatief hoge bemesting. Als je de bemesting van stikstof nou met een derde naar beneden zou brengen, waarom heb je dat niet gedaan? Nee, dat doe ik bewust niet. Zeker niet rondom de eerste snede. De natuur geeft op dat moment zoveel kracht om gras te laten groeien. Dan moet je ben ik van mening de eerste, tweede snede zeker op maat bemesten. En dan kies ik liever voor wat later oogsttijdstip. Ja, dat resulteert in meer hergroeivertraging. Dus daarom stelde ik die vraag. Ja, dat is een risico. Dit risico ken ik en daar hebben we ook mee te maken. Het is een optelsom hoeveel gras er groeit tot de langste dag, tot 21 juni. En ja, vaak is als je dan 5,5 ton eerste snede hebt, is je tweede snede inderdaad wat lichter. Maar het gaat om een optelsom, dus hoeveel eiwitopbrengst heb je op de langste dag. En dat lukt ons op deze manier vrij goed. Dankjewel. Ik wil nog voordat we afronding gaan, daar hebben we nog een vraag voor jullie. Maar eerst wil ik nog even naar Ruud. Ruud, is er iets in het verhaal wat je opviel waar jij nog een vraag over hebt of een opmerking over wilt maken? Ja, ik wil wel graag de koppeling maken met de akkerbouw, want Geert die bevestigt een beetje de tendens dat het naar meer grondgebondenheid gaat. En met andere woorden, ja, wat is er nog aan mest over? Stel dat een akkerbouw bij je aanklopt en die zegt, ja joh, die meststoffen, dat wordt bij mij toch anders. Ik moet meer naar de organische mest uit Nederland overgaan. Heb je hem wat te bieden of wat moet er gebeuren om hem wat te bieden te kunnen geven, zeg maar? Ja, op dit moment gaat al onze mest naar de akkerbouw hier in de buurt. En ja, die tilt... Daar komt mais voor terug, dat heeft hij in zijn bouwplan. Dus die link is er wel. Dus eigenlijk al onze mest blijft allemaal binnen een straal van 20 kilometer. En dat is natuurlijk ook een beetje discussie rondom grondgebondenheid. Moet dan die grond, moet die een eigendom zijn van melkveehouders? Of kun je inderdaad samenwerkingsvorm aangaan met akkerbouwers? Nou, en Frank Post gaf dat vorige week ook al, of vorige keer bijeenkomst mooi aan. En ja, dat is eigenlijk, bij ons is dat niet veel anders. Maar het is maar net hoe we het met elkaar allemaal in gaan richten. Hij teelt al mais, maar voor jullie, dat zou je kunnen zien als een soort teelt in uitvoering door derden. Kan hij ook nog mest gebruiken voor zijn eigen teelten, dus voor de consumptiegewassen die hij voor de markt teelt? Of is het alleen maar voor de mais die jullie daar bij hem onderbrengen als daar? Ik zoek naar die hectares die voor de humane consumptie zijn, die toch meststoffen nodig hebben. Of je daar ook nog een relatie mee kunt hebben, of dat er niet meer in zit als je zo gaat extensiveren? Voor mijzelf dan niet, maar er zitten wel melkveehouders hier in de buurt inderdaad. We zitten hier niet in een echt akkerbouwgebied, maar er gaat inderdaad nog wel wat onder aardappelen en bieten op zandgrond. Maar we zitten ook niet in een gebied waar echt heel veel mest over is. Maar ik zie de tendens ook wel die jij aangeeft in de toekomst, wordt dat natuurlijk wel minder. Ik zie ook wel dat de veestapel op termijn wat zou gaan krimpen. Dus daarom wordt de vraag om nutriënten... voor de akkerbouwer, met name vanuit de rundveemest, het zal wel wat groter worden, denk ik. Oké, beide heren, ontzettend dank. Wij willen afronden. Mooi. Ruud bedankt, Geert bedankt. De ondertitel van die vier bijeenkomsten is toch, wat kan het onderwijs nou, hè? En voor welke dilemma staat het onderwijs? Dus wij willen afronden met de volgende vraag die je in de chat ziet. Je kunt via de link dat even opvragen. Daar zie je vier korte vragen, eigenlijk over onderwijs. En als de antwoorden straks gegeven worden, kunnen we er even naar kijken. Maar jullie kunnen die later ook, als dat aan jullie toegestuurd wordt, nog eens al die vragen bekijken. Dus de vraag aan jullie nu is de link openen en zou je zo snel mogelijk die vier vragen heel kort willen beantwoorden, dan hebben we al die antwoorden straks bij elkaar.
Dus daar geef ik u echt 4 à 5 minuten tijd voor en dan ronden we af. Ga je gang. Als het goed is, Ad, want dat was je vraag, link in de e-mail. Nee, de link staat hier in de chat. Maar jullie zien geen link, zie ik? Jawel hoor, ik heb hem aangeklikt en ook in beeld gekregen. Oh. Dus dat werkt wel. Dat witte plak met F. Ik zie geen link. Nee, dan zul je toch wat nieuwe apparatuur moeten aanschaffen, denk ik. Ja. Ik zal even niet reageren. Ik heb daar een dingetje gestuurd. Alfons, je moet sowieso de chat openmaken, hè? Dan zie je hem ook. Ik zie de andere vragen wel. Ik zie ook de opmerking van Cor, maar ik zie geen link. Jammer. Ja. Anderen zien het wel? Ja. Ja. Nou, we hebben 1 antwoord minder, Alfons. Het is niet anders. Zijn wat meer dan Alfons? 2 antwoorden minder. Ad. Kun je straks die vragen laten antwoorden? Ja. Ja. Wij krijgen hier de antwoord al binnen, hartstikke mooi. Die laten we dadelijk, maken we die ook zichtbaar. Ik zie dat er zelfs nog een vraag aan Geert gesteld wordt. Nou, ondertussen, Geert, kun jij misschien die vraag nog beantwoorden? Ik sluit hem in het groen met jou. Dat zien we dan. We sluiten met een minuut of 3 af. Dus dan probeer de antwoorden dan te beantwoorden. De vraag te beantwoorden. Er zijn een kleine 40 mensen geweest vandaag die hebben meegekeken en geluisterd. Dus dat is mooi. Net zoals de vorige keer. Ik heb mij overigens, en dat is niet respectvol, niet voorgesteld aan het begin van deze sessie. Mijn naam is Bert Rietman en had verder geen functie meer dan vandaag dagvoorzitter zijn. Hoe ver staat het met de antwoorden? Kunnen we al wat laten zien? Of moeten we nog even wachten? Laat even, als het goed is, en Cor kan ze vinden, de antwoorden van jullie laat even in de vogelvlucht zien. En daarna kunnen jullie ze straks zien. Ik vind de mail zien. Is het mogelijk? Zien ze? Zien jullie de antwoorden? Klopt dat? Oh, oké. Wij zien ze hier niet, maar jullie wel. Oké, daar wel. Is daar nog, want ik zie ze niet hier, maar is daar nog iets over te zeggen, iemand? Algemene opmerking? Nou, wat je ziet is inderdaad dat de sectoren over het algemeen nog heel erg gescheiden zijn. Oké. Dat bij studenten van de 21 antwoorden zijn er 4 studenten die zowel gemengd als of op een akkerbouw als op een melkveebedrijf zit. Maar het overgrote deel komt dus nog niet op andere bedrijven. En dan kom je op de verdere toelichting. Nou, die worden dan heel individueel. Dus dat is later na te lezen. En er zijn een aantal dilemma's die genoemd worden. Beschikbaarheid van akkerbouwers, te veel in de eigen bubbel. Student blijft graag in de eigen wereld. Er worden een aantal dingen genoemd waar we misschien wat mee kunnen. En wat heb jij nodig? Ik hoor zeggen dat er veehouders zijn die willen graag akkerbouwers in de regio. Nou, de verhalen horende gaat dat vanzelf gebeuren. Ruimte in de leerplannen, goede praktische voorbeelden, verbinding met collega's. Nou, mooi. Overigens, als ik dat zo hoor, dat laatste stukje, daar kunnen we wat mee. Dan is dat een kwestie van gaan organiseren. Ja? Ja? Fantastisch, jullie krijgen die antwoorden dus ook nogmaals te zien.
En het kan best zijn dat we daar op een volgende bijeenkomst nog even kort op terugkomen. Dus de volgende bijeenkomst is 20 mei, weer hetzelfde tijdstip. En daarna is het 3 juni. Dus nogmaals, dank voor jullie bezoek. Ik hoop dat het boeiend was voor jullie. En dat je er wat mee hebt, want dat is eigenlijk het doel, hè? Dat je er ook wat in de klas met die leerlingen wat mee kunt. Daar heel veel succes mee en hopelijk tot 20 mei. En verder voor diegene in het onderwijs een prettige vakantie. En de anderen veel succes in je werk. Tot ziens. Dag, Ron. Nou, ging goed, Geert. Prima. Ja, het is wel leuk om te doen zo. Ja, we houden het expres een beetje kort, Geert. Hè? Iedereen zit aan het einde van de dag zo. Het is een dag opzitten voor de klas staan en zo. Dus wat dat betreft vinden wij het belangrijk dat je het kort en krachtig houdt. En dat is daarom is dat uur ook. En daarna kunnen ze altijd nog wat dingen nalezen en nog vragen stellen. Ja, nee, goed. Dan ga ik er ook vandoor. Ja, okay. Succes en hartstikke bedankt. Ja, blijven wij over. En we zien de...